allemaal. Vandaag ga ik even een bespreking doen, dus online, mijn stem. Ik wil even uitleggen wat ik allemaal gedaan heb in dat prachtige boek hier van Marcia van den Berg, Color Your Life. Dus het is eigenlijk een dagboek, maar ik heb nog nooit in mijn leven eigenlijk een dagboek gehad, dus ik heb er iets anders mee gedaan. En ja, ik wil graag laten tonen wat ik hier al gedaan heb. Ik heb nog veel plaats, dus ik heb nog veel ideeën. Maar het is tijd voor mijn review over dit prachtige boek. Het is een harde kaft. Het is echt, ja, je kan het opbergen wat je wilt. Het gaat niet plooien, kreuken. Dus daar ga je geen last van hebben. Ik kan het mooi recht zetten, ik kan het mooi plat leggen. Dus bij mij is het altijd in de buurt. Dus, papier is ook echt ja, goed van kwaliteit. Ik kan er verschillende dingen mee doen. Dus, het is echt een mooie uitgave. Zoals elk boekje, maar dit is toch wel een speciale keer. Dus mijn beginpagina. Hier wil ik wel nog een of ander iets mee doen, maar allee, ja, voorlopig ben ik blij ermee. Dus, dan heb je in het boekje een paar blanco pagina's. Dus, de eerste voor mij is de foto van mijn dochter. Dus, ja, dan staat er hier ook van hoe oud zou je zijn als je als ik elke leeftijd mocht kiezen. Ja, voor mij is dat 30. Dus 30 is een hele leuke leeftijd geweest voor mij. Veel gebeurtenissen geweest. Allee, ja. Dus, dat is ook een mooie leeftijd, hè, 30 jaar. Ik ben best trots op die foto. Dus we staan er mooi op. Dus ja. En we gaan verder. Dus de paginaatjes. Ik vind dat leuk dat er af en toe een keer een klein tekeningetje staat om in te kleuren. Dus blanco. Het, dan zie je plotseling een tekening verschijnen. Dus we zeggen, je kan echt met verschillende materialen erop heen. Dus je moet geen bang zijn om bijvoorbeeld je fineliners uit te halen of je stabilo stiften of ja, ja, verschillende soorten potloden. Dus laat je creativiteit te lopen in dit boek. Dus, ik heb hier al een idee om dit mooi in te kleuren in een drietal tinten. En hier zou ik dan ook graag nog een foto willen plaatsen. Dus nu ga ik hier een beetje verder gaan. Zo. Dat vind ik ook leuk. Die pagina's met die stipjes erop. Je kan daar mooi tussen schrijven. Dus, voor mij is het belangrijk ook in een boekje. Ik had dat ook in een vorig boekje. En life quotes. Dus ja. Me herinneren van het leven of om positief te blijven. Ook in moeilijke tijden. Dus, en zo heb je ook bepaalde pagina's om verder te gaan. Wat dat wel heel leuk is. Dan gaan we een beetje verder. Dan zie je weer een mooie tekening. Mooie bloemen. Er staan verschillende tekeningen in. Hè? Zo, dan hebben we hier ook eentje. Dan af en toe een keer een vraagje. Zoals ik zei, dit is echt wel heel leuk. Dat geeft een meerwaarde aan je pagina, vind ik. Dus, dan kom ik hier aan de verjaardagen van de familie. Ik vond dat wel, allee, dat staat, als ik een nieuw boekje koop, komt dat er altijd in. Maar dit boekje bleef nu wel bij me. Dus er kan daar niks aan komen. Hè. Dus, ja, en dat is hier met Bic gedaan, met stilo. Dus een beetje fantasie erin brengen eigenlijk.
Dat doe ik graag, hè. Fantasie, wie dat mij een beetje kent. Dan heb ik hier de tekst learn gezet. Dus met dat ik nu ook meer begin tekenen, is het ook leuker om wat techniekjes op het internet te vinden, een beetje af te drukken en in het boekje te plaatsen. Zo vind ik dat direct terug. Dus ja, dus hier ook klein, een beetje gekleurd. Zo, en dan heb ik nog paginaatjes om nog een paar te kunnen opplakken. Zo, dan kom je nog een hele mooie tekening. Dus deze wil ik echt bewaren, dat ik echt zin heb om te kleuren en niet iets vlug, vlug, vlug. Deze moet wel perfect worden. Dat is een hele mooie tekening. Masha, alle krediet. Dus ja, ja. Gaaf. Dus paginaatjes, we gaan verder. Er zitten echt wel toffe vraagjes tussen. Dus ik heb ze nog niet allemaal beantwoord. Dan heb ik hier deze in grayscale. En grijze tinten dus ingekleurd. Dat is wat dat ik eigenlijk het liefste doe, een grijze tinten. Hoe dit komt weet ik ook niet, maar ja, ik vind dat iets heeft. En dan iets in kleur zetten, dus de bloem. En ja, dat is leuk om er naartoe te kijken. Ook je pagina wanneer je omdraait. Allee, ja. Laat mij maar weten wat hij ervan vindt, maar ja, dit doe ik dus graag. Dan gaan we nog eens verder. Mooie veertjes. Zit je aan een pagina waar dat je al bezig bent. Dit zit ook tussen de boek meegeleverd. Dus ik vind dat ook wel tof. Ik kan er iets achteraan opschrijven. Dus ja. Vind ik wel tof ook. Sorry van me praten, maar ik ben niet gewoon om dus te praten met de camera. En het klinkt misschien een beetje langdradig. Oh ja, kijk. Eer koken heb ik gezet. Mijn favorieten gerechten. Oh ja, van het gezin eigenlijk. Dus dat heb ik dus ook altijd bij me zo. Zie je, je hebt genoeg plaats om te schrijven. Ja, waarom niet, hè? Beetje koken in het boek, in het dagboek. Dus, zo, ik heb een paar gerechtjes erin gezet. Dan mijn dochter, een gedichtje. Belangrijk, mijn dochter. Dus ik heb maar één dochter, dus heel belangrijk. Een beetje de kleuren dat ze graag ziet. Dan hier ook van mijn dochter. En hier een klein versje over de hond. Maar dat zijn zulke leuke dingen dat je er kan inzetten. Nee, je kan eigenlijk echt veel ja, bedenken en erin doen. Kan je plakken, kan je allee, ja, iets. Dus deze heb ik hier bijvoorbeeld uitgesneden en alleen geplakt en die foto dan erop. Allee, ja, dus je kan ermee redelijk ver gaan en papier is ja kloek. Dus ja, dan gaan we weer een stukje verder. Mooi tekening af en toe. Zo, hier ook. Ik kan daar iets speciaals van maken.
Dan heb ik hier al het eentje ook een keer gekleurd. Zacht gekleurd, een beetje harder gekleurd. Allee ja, maar het is nog niet echt af. Dus ik moet nog een beetje eigenlijk al verder werken. Dan mijn man. Die moet er ook al in komen. Dus zijn hobby is vissen, karpervissen. Dus ja, een gedicht dat ik ook zelf gemaakt heb voor hem. Dus ja, ja. Voor ieder wat wils. Hier ook nog yin-yang-achtig. Hier ben ik ook van plan om mijn foto's te werken. Dan ja, van de kleurtechniek eigenlijk. Dus de verschillende. En dan heb ik nog een keer eentje gekleurd. Met waterkleurpatroon eigenlijk. Dus ook perfect hé, met water. Dus niet te veel water, maar ook perfect hè. Dus ja. Dan om te, alleen met tekenen, af en toe een keer iets van, denk ik. Dan heb ik hier een kaartje van mijn dochter, van al een tijdje geleden, maar ik vond dat zo mooi gemaakt van haar. Dus deze wordt bewaard hier. Ah ja, en hier, ik verzamel oude postzegels, dus de belangrijke zitten hier ook wel in. En dan gewone postzegeltjes om een brief of zo te versturen. Dus van België dus. En ja, ik kan alleen maar lof zeggen voor Masha, haar boek, want ik ben er weg van. Dus ik heb nog veel plaats, dus ik kan nog, ja, 100 dingen doen als ik wil. Maar ja, het is voor de rest van mijn leven, he, deze boek, dus het is echt een mooie uitgave ook. Ik zou zeggen, ga naar Masha haar website en koop dit boek. Het is echt niet duur en ja, je hebt dat voor altijd. He. Dus ik ga nog een beetje verder doen met mijn kopje koffie, een kaarsje erbij, wat moet je nog meer gaan hebben. En daag, tot de volgende keer.